niet zo leuk voor ons, maar voor haar wel. Morgen om 10:30 dan komen ze aan. En dan moeten we even de spanning maken voor ze. En daar zijn we nu mee bezig. Wat doen jullie nu dan? Ja, dit is super gaaf, man. Kijk, kijk. Hey guys, welcome to Paradise! Hey! Nu is het afwachten tot we eerst eruit komen. Spannend. Slick job! Not much to say. De Jumbo is gewoon een uniek iets. Stel je eens voor dat je met een hele grote groep Nederlanders vanuit Amsterdam gelijk naar Sydney vliegt, waar je opgaat met het Sydney team en gaat er een hele leuke week van start. We hebben s'avonds op een rooftop hebben wij een barbecue. Die eerste Aussie barbecue met natuurlijk die eerste Aussie biertje. De volgende dag moeten we het een en ander regelen. We gaan naar de bank, we gaan naar de Medicare, we gaan naar de Travelers Auto Barn, zodat je helemaal klaar bent voor je avontuur. Het leuke aan een groepsreis is dat je gelijk je reisgenootjes al leert kennen. De meeste backpackers vinden het altijd best wel spannend en vragen zich af of ze niet alleen achterblijven. Maar dat is absoluut niet het geval. Wat ook heel belangrijk is dat ze weten dat ze natuurlijk altijd op ons terug kunnen vallen. Dus ja, no worries mate! Wij zitten op een boot in de haven van Sydney. I'm on a boat, I'm on a boat. Everybody look at me, cause I'm sailing on a boat. I'm on a boat. I'm gonna give you guys away a really cool prize. It's called Heading Bush. 10-day adventure through the outback. Hey, so you're gonna have to fight hard for this prize. Can I have the music, please? Would you like to say anything about your victory? Any party words? Sweet! Ja jongens, Sydney is gewoon een geweldige stad. Je hebt hier voor ieder wat wils. Er gebeurt altijd wel wat. Mooie stranden, mooie CBD. Aardige mensen. Goede wildlife. Mooie parken. See it for yourself. Sydney is the bomb. Sup? We're from the Happy Coach, we're going to the Blue Mountains, go and check out the valley, going down to the Jemison Valley here for all the crazy Dutchies. This is all the fun we have all day up here, beautiful weather, coming to see the most beautiful part of the world, the old Blue Mountains. We've got some rocks that Aboriginal people use for painting. Order, mix them up, mix them up. Ja, echt prachtig. Bergen zijn zo indrukwekkend. Word je echt stil van. Wanneer je naar de andere kant van de wereld gaat, moeten natuurlijk een aantal belangrijke zaken geregeld zijn. Vandaar dat wij een regeldag hebben.
Tijdens deze regeldag gaan we gezamenlijk alles met jullie doen. We gaan nu met jullie eens naar Terpels Autobarn. Nogmaals, wij zeggen niet dat jullie daar een auto moeten kopen of huren. Wij nemen jullie enkel daar mee naartoe omdat we weten dat ze je een goede uitleg geven. Now there's several ways you can get around in Australia. You can get on the bus, you can get on the train. It's quite acceptable to fly around in Australia given the size of this place. But we all think, and I hope you guys will agree with us, the best way to see this place for yourself is with your own transport, with your own wheels. Australian backpackers gaan een wedstrijd organiseren. Dress like a geek or like beat up guy. Wie het beste gekleed gaat, kan deze auto winnen. Ik ben nu aan het twijfelen. Beauty of nerd? Wat zeg jij? Ik moet hem hebben. Hij is van mij. We zijn er bij Travelers Autobar geweest. Adam heeft even uitgelegd waar je op let bij het kopen of huren van een auto of campervan. Nu gaan we naar de Medicare. Dan gaan we eventjes de zorg regelen voor de backpackers. Dus ik zou zeggen, let's go. We lopen door de stad. Kijk daar op de achtergrond. Het is lekker temperatuurtje. Dus het gaat lekker dag worden. Two flies in my heart. I don't know how to get them out. I don't know how to freak them out. I don't know how to hide them. Two flies in my heart. I don't know how to get them out. Freak them out, I don't know how to hide them. Zo, het zit op voor vandaag. We hebben de bankzaken geregeld, de medicare geregeld en alle andere dingen gedaan. We gaan nu lekker naar het restaurant in de Rocks. Als de regeldag erop zit, hebben wij samen met jullie ervoor gezorgd dat jullie rustig en onbezorgd op pad kunnen. Lieve backpacker. Fijn dat jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen in dit leuke café. Wij hopen allen van Australian Backpackers dat jullie een leuke tijd hebben gehad. Wij hebben daar zeker ons best voor gedaan. Oh. 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 Hebben jullie leuk gegeten? Ja. Wow. Hey jongens, even voor morgen ontbijt. Officieel hebben we om 7:15 ontbijt. Maar wie wil er uitslapen morgen? Nee! Mooi, 7 uur staat om bij te slapen. Nou, vandaag is een grote dag. Eindfeest. Iedereen die gaat vanmiddag spulletjes kopen om zich om te kleden. En bizarre outfits te creëren. Niels, je hoeft er niet zoveel aan te doen. Maar ja, we hebben er allemaal zin in. En, dat gaat er niet worden gemaakt, maar ik doe. Nou, onze auto is binnen, dus we hebben nu tijd om klaar te maken. It's time for party! Hey! Ik en hij niet aan het. Fuck yeah! I love Miffy!
hoe voel je je? Ja, fantastisch. Ja, dankjewel meis. Oh, ik ben zo blij. Ik ben gewoon fucking auto, joh. Ja. Ik kom van Touring East Coast, alles. Ja, ik vind het echt zo gaaf. Ja. Zo gaaf. Ik ben echt heel blij. Ik vergeet. Nou, dankjewel. Jongens, wij hebben in ieder geval een vette week met jullie gehad. We hopen dat jullie ook een vette tijd tegemoet gaan in Australië. Of je nou 3 maanden, 6 maanden of dat je een jaar gaat. Het wordt sowieso een tijd die ga je nooit meer vergeten. Nou, heb je goed gezegd, Niels. Ja, het is gewoon echt, het was een super week. We hebben het onderling heel leuk gehad met de backpackers, met de crew uit Alkmaar. Er zijn echt super veel leuke prijzen weggegeven. Auto gewonnen, skydive, noem maar op. Ja, en nu is het inderdaad aan hun. Ze gaan nu zelf op avontuur. En de tijd van hun leven tegemoet. Zeker. Ik heb het woord, maar het is namens ons allemaal. Wil ik jullie in ieder geval samen met ons allen heel erg bedanken. We gaan nog een